unit in the Vespucci area. We have on Aguja Street. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is CT5. Alles weer voor omhoog. En vandaag ga ik kapot met Wim. En Wim zit in de Volvo XC40 gemaakt door Enermods. En die is als goed is gewoon te downloaden. Zo niet, dan is hij tijdelijk of voorgoed offline gehaald. XC40 is te zien in Limburg-Zuid. Zoals deze wagen ook is nagemaakt. Of waarop deze wagen ook is nagemaakt. De 381 in dit geval. In Limburg-Noord. En ik geloof ergens in de Zaanstreek rijdt hij ook nog rond als over de G-wagen. Voor nu gaan we aan onderweg naar een persoon met brandwonden. En kijken wat we daar gaan aantreffen. Kom ik hier daarheen? Ik denk het wel, niet wel. Zeker. Ter plaatse. Ja, deze mod is... Oh, we stonden nog in de drive. Deze mod is dus... we zijn vandaag een rapid responder. En ik heb laatst al opgenomen en toen heb ik... bleek ik mijn microfoon niet aan te hebben staan. Dus dat ga ik nu wel even controleren trouwens. Ja, hij staat aan als het goed is. En toen dacht ik van ja, oké, nou dan doen we hem nog maar een keer. En tijdens die andere opname kwam ik er wel achter dat als ik een transportambulance vraag, dat die niet komt. We hebben nu tweede graad brandwonden, een klaplong en de duizeligheid. We gaan hem wat medicatie geven, ja, want we kunnen niet treatment überhaupt doen, hè, end treatment of gewoon medicatie en zo. Dus met give medication doen we eigenlijk nu gewoon even alles behandelen. Monitor aansluiten, noem maar op. Dat soort zaken. Alsjeblieft. Yes. Oké. En nu gaan we call for transport doen. Alleen, zoals je ziet, linksboven staat nu wel dat er iemand onderweg is. Of een ambulance onderweg is, maar er komt geen ambulance. Uit ervaring, ik heb toen lang genoeg staan wachten. Dus we drukken nu op end. En dan... zijn we vrij van de meldkamer. Dus zo gaat het er vandaag een beetje uitzien, helaas. Maar ik zal binnenkort weer opnemen met een normale ambulance. We rijden meteen even door naar nog iemand met brandwonden. Ik weet niet wat er los is. 1 Lincoln 18, respond code 3. En even hier zo via de... Via, hoe noem je dit? Niet de pier, weet dat ook alweer. Kom er even niet op, maar we rijden via hier. De kade of zo, weet ik het joh. Als jullie in de comments zeggen, dan denk ik, oh ja, tuurlijk. Ja, wat is een rapid responder eigenlijk, hè? Voor de mensen die dat helemaal niet weten misschien. Een rapid responder is een voertuig waar één ambulanceverpleegkundige op zit. Normaal zie je natuurlijk op het busje dat er een chauffeur en een verpleegkundige op zit. Op de rapid responder zit er echt alleen een verpleegkundige op. En die, die kan eigenlijk precies hetzelfde als een ambulance. Hè? We noemen een ambulance, noemen we maar even, of een busje noemen we maar even een gewone ambulance. Alleen hij kan niet vervoeren, hij kan niet de patiënt meenemen naar het ziekenhuis. En daarvoor komt dus, als het wel nodig is, een normale transportambulance. Maar de rapid responder wordt ook vaak aangestuurd naar meldingen waar misschien helemaal niemand of geen transport nodig is. Denk aan iemand die is gevallen met de fiets. Ik heb laatst zelf een rapid responder dienst meegedraaid. Toen hebben we 7 ritten in totaal gehad. Ik kan daar geen, uiteraard geen details over los. Maar valpartijen komen bijvoorbeeld wel eens voor.
En er wordt gekeken, er wordt gewoon alles door de verpleegkundige helemaal nagegaan. En is het nodig dat iemand naar het ziekenhuis moet, ja, dan kan die met een ambulance worden opgehaald. Is het niet nodig, ja, dan heb je dus een perfecte eerste hulp ter plaatse, hoe je dat noemt. In dit geval hebben we ook wat rijduizeligheid en klaplong. Eerste graads brand worden, dat is dus minder erg. Maar ja, gezien de brandwonden en de klaplong heeft hij inderdaad of nu ook weer medicatie en behandeling nodig. En gaat hij dus wel naar het ziekenhuis moeten. Ja, call for transport. Ja, we doen het dan maar even voor de goede orde. En we drukken op end. En dan kunnen wij weer. Any available unit in the Vespucci area. Misschien meldingen ga ik niet doen. In, Pacific Bluff. Maar ik weet dat deze mod die meldingen niet echt heel leuk vindt. Of wel, jawel, trouwens wel. Denk ik. Nee, ik weet niet meer. We gaan het meemaken. 1 Lincoln 18. Oké, okay, politie is ter plaatse. Oh shit. Agent neer, agent neer. Assistance required on Cougar Avenue. Green 2, we're in the area. Exit 13, currently heading to the location. Copy dispatch, we'll assist. Ik moet hier weg, ik moet hier weg. Take cover, damn it! Uiteraard eigen veiligheid gaat voorop in dit geval bij de ambulance. Zoals jullie misschien merkten, wilde ik zeggen. Politie is ter plaatse, dus het is veilig. Maar dat was niet. Dat was zeker niet. Ik denk dat het nu wel veilig is. Het zijn veilig is afgegeven. Wij gaan eens kijken wat de damage is. Collega is neer. Dat is bevestigd. En hoe vervelend het misschien ook is. Of nee, ik moet zeggen hoe raar het ook is. Deze mod verlangt van mij dat ik naar de oorspronkelijke slachtoffer ga en die ligt daar achter. Dus daar ga ik ook heen, maar ik ga uiteraard wel een ambulance vragen. En die gaat als het goed is naar de collega toe. Ambulance, assistance required on hij gaat West Eclipse Boulevard. Nee, deze. Wij moeten daarin. Maar ik denk, als ik het zo bekijk, is dat hier die beste heer daar zo. Dat was de dader, dit is het slachtoffer en een collega die stond er ook tussen. We moeten trouwens een ambulance hebben. Geen veel ambulance, assistance required in Pacific Bluff. Dus dit is het slachtoffer van de dader en de dader ging toen schieten met een collega. Politieagent. Ja,
Ben jij geraakt? Jazeker, in je onderrug. Ja, dan moet je mee. Ik druk op de Griekse ei, zodat hij weg kan, zeg maar. Maar hij moet officieel wel mee. Daar gaat iemand een auto stelen, agent. Pak hem! Zo. Ik ga je weg. Dan wordt het hier wat rustiger misschien. Hier kan ik zeker niet op. Hè. Dat dacht ik al. Zo te zien is die verdachte van de autodiefstal aangehouden. Wat een buurt zitten we in. De verdachte van de schietpartij is overleden, zo te zien. Brand is meegekomen. Any available units in the area? We have a civilian shot in the Spoochie Canal. Copy that, dispatch. Zo, rust. Wat wil ik zeggen? Ja, we zitten. Ik weet niet of ik nou net al had gezegd. We zitten natuurlijk in. In LSPD of R, dus het voordeel was wel dat ik heel snel backup kon vragen. En daarbij ook een noodknop kon indrukken. Die noodknop heeft de ambulance natuurlijk ook. Nou, ik denk dat als een agent daar gewond ligt en schiet voor zijn leven, dat hij misschien niet denkt aan die noodknop. Misschien ook wel hoor. Maar ik dacht, ik help een handje en ik druk hem ook maar in. Ik weet niet waar naartoe rijd ik rij, maar wat. Anyway, ja, backup gevraagd. En het grappige is dus wel, er gebeuren ook dingen. Zoals dat raampje wordt ingetikt. Maar gelukkig stonden collega's bij. Ja, officieel word ik dus verwacht dat ik er achteraan ren. Maar ja, nu even niet. Want nu ben ik ambulance meneer en niet politieagent. Dispatch to any available central unit. We've got a pedestrian struck by a vehicle. On Marathon Avenue. Aanrijding met letsel. 1 Lincoln 18. Respond code 3 plaatsen. Zitten zien auto X fiets. Fietsen lijkt er wel slecht aan toe te zijn. In alle opzicht dat ik meerdere bebloede plekken zie op het lichaam. Smoke inhalatie. Een gebroken been. Oké. Okay. Dus hij heeft rook ingegaan. Dan vraag me niet hoe. En een gebroken been. Ja, ga dan vooral niet lopen. Dan valt het nog wel mee. Voor hem zou ik zeggen. Maar goed. Ik druk weer op end. En ik... Hij is opgehaald, zeg maar. En dan ga ik voor nu de video beëindigen denk ik. Misschien was hij wat korter dan normaal, maar ja, het wordt niet spannender dan dit. Ja, dat had ik ook in gedachten toen die schietpartij, of voor de schietpartij, daarvan spannender dan, de melding van wat hadden we daarvoor ook alweer. Brandwonden wordt het niet, maar dat bleek dus toch anders te gaan. In ieder geval, ik ga nu opnemen met de DSI. Dus ja, dat gaan jullie de volgende video zien. Bedankt voor het kijken. Hopelijk was de video een beetje goed, want het geluid van mijn game stond best hard achteraf. Maar, of ja, merk ik nu gewoon. Dus ik hoop dat ik überhaupt zelf te horen was boven de geluiden van game. Zeker toen er een melding kwam of zo, of al dat schieten en zo. Maar, Dispatch to all central units. We've got a civilian shot. Daar moeten we achter gaan komen. Rockford Hills.
En daar kom ik achter tijdens het editen. Dus bedankt voor het kijken en tot over een paar dagen. Doei!